Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Now. Ik heb heel slecht geslapen. Jezus. Echt zo slecht. Maar ja, Niels is werken. Kindjes moeten naar school, dus dat ga ik doen. Jordi is nu even zijn flesje aan het drinken. Sam en Liam hebben een flesje al gehad. Jawel, je gaat wel groen drinken. Jawel. Je gaat wel gewoon drinken. Ik ga even zorgen dat Jordi zijn fles opdrinkt. En dan ga ik iedereen aankleden, want anders komen we te laat. Ik ben weer terug van de winkel. Ik ben even met Sam geweest. En dan ga ik nu Sam fruit geven. Normaal ben ik altijd van het zelf maken en bla. Maar ik heb nu toch echt voor een potje gekozen. Dus die gaan we geven. Bovendien, ik heb bloemetjes voor mezelf gehaald, tulpen. Net alsof Niels die mij gegeven heeft. Want ja, hè. Ik krijg maar één keer per jaar van hem bloemetjes. Als we getrouwd zijn. Dus dan ga ik hem straks gewoon even appen. En dan zeg ik, Niels, wat lief dat je me bloemen geeft, jongen. Nou, ik heb ze mooi in het water staan, hoor. Ik heb ook arnica gesmeerd. Ik ben net de hulk, dat is groen. Wat? Je staat vast, hè? Niet slim, hè? Nee. Hoppakee. En veel plezier ermee. Hij is moe. Maar nee, dat ben ik ook, dus dat scheelt. Ik had Niels een berichtje gestuurd met dankjewel dat ik deze mooie bloemen heb gekregen. Dus ja, ha, zei hij erop. Want ja, hij weet dat ik nooit bloemen van hem krijg. En dat ik ze dan zelf koop. Trouwens, voor alle mensen die in de bloemsierkunst zitten en die zien dit filmpje en die denken bij hun eigen, ma, wat doe jij? Sorry, ik ben geen bloemist. Ik vind het al mooi dat ik dit zo voor mezelf kan fabriceren. Dus ja, dat. Hoe gaat het met mijn hoofd? Hoe gaat het met mijn hoofdpijn? Niet toppie. Maar ja, we doen het er maar mee. Ik heb ook last van mijn nek en alles, omdat dat, ja. In ieder geval, het zij zo. Nu ga ik heel even wat drinken voor mezelf maken. En Sam even maken, want ik moet hem nog een half uur, drie kwartier, bezighouden. En dan gaan we Liam halen. En als we Liam hebben gehaald, dan kan hij lekker naar bed. Oh, trouwens, het is geen reclame, ik word niet gesponsord. Maar ik vind het gewoon lekker. De knuffelberen van Nijntje en Aagje. Op een dag bedenkt Nijntje dat het leuk is als haar vriendinnetje Aagje bij haar komt logeren. Nee. Ze vraagt aan haar moeder. Nee. Mag ik Aagje uitnodigen om vanavond te komen logeren? Ja, dat mag ook. Ik zal Aagje's moeder bellen om te vragen of het mag. Wij hebben Liam opgehaald. En nu gaan we lekker naar huis. Ondertussen lekker kaasstengeltje eten. En voor Sammy heb ik een melkbroodje. Zo doen we dat. Alles ligt in bed. Mijn haar plakt aan die zooi, jongen. Dat wil je niet weten. Maar ja. Het is een flinke bult. Maar goed, hè. Ik krijg een vettig haar van vanavond. Maar lekker de bieren dan. Ik ga even eten. Ik eet lekker geroosterde broodtram met kaas en komkommer. Vind ik lekker. En dan ga ik even serie kijken. Koken doe ik vandaag niet. Want, ja. Ik zeg tegen Niels, ik heb geen zin. Ja, zegt Niels, dan gaan we weer een keer frietjes halen. Top! Mama vindt dat goed. Dus dan gaan we eten. Oké. Ik had Sam
de rest van zijn melkbroodje even in het bakje gegeven. En ja, even niks doen. Ik heb de kleine Etters wakker gemaakt. En we gaan nou grote broer halen. Dus onderweg. We zijn lekker op tijd. Thuis. De Bambix band is weer compleet. Jordi is boos, want die wil een filmpje kijken. Maar dat gaan we doen op de televisie. Dus ik ga hem nog heel even rustig zijn jas uitdoen. En dan ga ik een fles maken voor alles en iedereen hier. De jongens zijn allemaal in bad geweest. Mama heeft de keuken opgeruimd, flesjes afgewassen. Ik heb Jordi geprobeerd in slaap te toveren, maar dat was niet gelukt. Maar na een kwartiertje sliep hij toen ik weg was. Ja. Joef, op je plaats. De hond moet nu even op zijn plaats blijven, want het wel is nog nat. Ik heb alles gedweld hier. En nou gaan we naar bed. Nee, we gaan nog eventjes zitten totdat het droog is, alles op zijn plek zetten en dan gaan we naar bed. Ja. Ja, dat gaan we doen. Een hele goede morgen. Ik ben weer de groene hulk. Ik heb me even goed ingesmeerd. Liam die zit aan het etteren. Dus die zit in zijn stoel eventjes. Want het kind luistert niet. Ik ben het helemaal beu. Sam en Jordi zitten daar. Joef die ligt daar. En we wachten op de fysio, die komt zo. Maar op de eerste plaats heeft meneertje eerst even straf. Nee, nee. Jij bent niet lief geweest. Nee. De fysio is weer geweest. Ik heb echt hoofdpijn. Fruitje zit er alweer in. Liam is aan het rondlopen. Sam die zit lekker juf Roos te kijken met Jordi samen. En ik zit heel even op de bank. Oh. Als we straks naar bed zijn, dan gaat mama ook plat. En dit doet steeds pijn hoor. Als ik dit doe, maar dat ben je zo gewend. Dat doe je automatisch. Oh. Ik heb mijn eten al zover klaarstaan. Mijn schoudercarbonaatjes die zijn lekker aan het bakkeren. Straks nog even jus maken en dan de aardappels nog aanzetten en zorgen dat mijn rode kool klaar is. Dan heb ik dat in ieder geval al geregeld. Dit is nog steeds pijnlijk. Jordi is wakker. Die heeft ook al gedronken. Hij heeft net een flinke poepluier gehad. Volgens mij heeft hij nog steeds buikpijn, dus ik laat hem maar heel even, want hij weet dat hij eigenlijk niet mag. Maar hij gaat, meestal gaat hij zo staan als hij moet poepen. Dus ik laat hem heel eventjes. Sammy is ook al wakker. En onze Liam die ligt nog te slapen. Dus ja, die laat ik op de max 4 uur slapen. Nog een half uurtje. En dan maak ik hem sowieso wakker. Ik verwacht dat hij elk moment wel wakker wordt hoor. Dus ja. Ze hebben in ieder geval gedronken. Dus dat heb ik al getackled. Zo, Liam is wakker, zit lekker chips te eten. Jordi zit lekker chips te eten. En Sammy heeft ook chippies, hè? We samen chippies eten met z'n allen, hè? Lekker, hè? Is het lekker, hè? Ja, hè? Is het lekker, Liam, de chipjes? Thank you.
hebben gegeten. En gedronken. En nu zitten we nog even bank te hangen. Sammy heb ik moeten omkleden, want hij was zeiken nat. Leo moest je schone lijn, want hij had gepoept. Ja. En dadelijk krijgen ze allemaal hun pyjama aan. En dan gaan ze lekker naar bed. Ja. En de tandjes zijn al gepoept. Yay. Baby. En morgen ga je naar school. Vaak vragen mensen zich af van doe even een avondroutine. Nou, dit is onze avondroutine. De kindjes liggen nu net op bed. Nou, die krijgen uiteraard een flesje en luiers en pyjama's aan en alles. Maar dit is onze avondroutine. Niels doet meestal de bank goed leggen, want Liam die gooit alles meestal overhoop. En dan gaat hij meestal speelgoed opruimen. Vater staat alweer aan, hebben we samen even gauw gedaan. Ik ben nu medicijnen voor Jordi aan het maken. Zijn andere medicijnen, zijn vorige medicijnen, die waren niet meer goed. Dus dan iedere 10 dagen moet ik dit aanmaken. En dan moet ik even blijven schudden. En dan ga ik zo dadelijk voeding in deze dingetjes doen. Het fornuis afdoen, de aanrecht afdoen, de tafel even goed afdoen. En dan is het in principe alweer klaar. Maar tegen die tijd dat je vaak klaar bent, nu is het al 9:15, dus we zijn op tijd. Maar het is ook wel eens dat we dit pas tegen 9:45, 10:00, 10:30 kunnen gaan doen. Omdat, er ligt ook wel eens... Of we hebben soms geen zin om eraan te beginnen, maar meestal is het een kind die verveelt. En dat is meestal Jordi. Als ik dit heb gemaakt, het is 10 dagen geldig. Vandaag is de datum, Niels. De 13e? Ja, de 13e. Dus dan schrijf ik op de 14e. En dan denk je, waarom? Nou, die gaan we morgen pas gebruiken. Hij is nu aangemaakt. En dan de 24e nog. En dan moet ik de volgende dag een nieuwe doen. Dus, ja... We gaan nou even verder alles opruimen en dan moet ik alles klaar gaan zetten. Morgenochtend moet Liam weer naar school zitten. We hebben alles weer klaar hier. Als het goed is, ja, de kleren liggen zelfs klaar. En de kindjes liggen te slapen. En wij gaan ook slapen. Ik ga nog even wasvouwen en dan kunnen we weer slapen. Oké. Maar in ieder geval gaan we deze ups en downs afsluiten. En bedanken jullie voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende.